President Chandrika Prasad Santokhi is het eerste staatshoofd dat ooit een werkbezoek heeft gebracht aan het douanekorps. Dit zei bondsvoorzitter Joyce de Vlucht gisteren tijdens de officiële ingebruikname van een containerscanner op de Sjul Setni haven. Tijdens haar toespraak kaartte zij de werkomstandigheden aan waarmee leden van het korps te maken hebben. President, er zijn zeker enkele belangrijke zaken waarna de bond als ook het geheel korps naar uitkijkt. Namelijk 1. Het nieuwe douanegebouw. Een van de belangrijkste verdiensten van de douanebond. Na bijkans 150 jaar douane en meer dan 100 jaar douanebond, krijgen we eindelijk ons eigen onderkomen. Iedere ambtenaar kijkt uit naar de dag van ingebruikname. Wij vragen uw aandacht hiervoor. 2. Het groot tekort aan douaneambtenaren. Het is passen en meten binnen de dienst. En dan kijk, ja, de minister van Financiën is afwezig, maar de directeur is er. Dus wij vragen op zeer korte termijn over te gaan tot een nieuwe werving van ambtenaren. En gelooft u mij, de behoefte is groot. Als we naar de behoefte kijken, dan denk ik dat we zelf naar 2 lichtingen naar elkaar zullen moeten gaan. Zo groot is de behoefte. Verder een belangrijk punt, invulling van de dienstleiding. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de douane dat er zoveel onduidelijkheid hierover bestaat. Dat er niet tijdig hierop is ingespeeld. Dat zelfs ons plaatsvervangend hoofd van de dienst reeds met verlof aansluitend pensioen is en er niet voor vervanging is gezorgd. Douane-inspecteur Luyt Koen pleiten voor capaciteits- en institutionele versterking. Hij wierp zijn blikken op de booming-effecten die Suriname te wachten staat van de oil- en gasindustrie en vindt dat het korps goed equipped moet zijn om het werk naar behoren te kunnen uitoefenen. Koen verwijst ook naar het upgraden van het automatiseringssysteem. Het bewerkstelligen om op hetzelfde niveau te geraken binnen de regio. En zo afspraken binnen de CARICOM, de douanegemeenschap, na te komen. In dit kader zal de upgrading van het ASICUDA-systeem een stap in de goede richting zijn en een aanzet tot de zogewenste douanehervormingen. Daarna staan wij aan de vooravond van het overgaan naar de HS 2022. Voor mensen die niet bekend zijn met dit, wijd ik even uit om aan te geven dat het gaat om het harmoniseringssysteem. Zoals u weet, anders hebben elke goederen die het land worden binnengebracht, zijn onderverdeeld in een codering. En we stevenen af op de nieuwe versie die binnen de CARICOM op feit zal zijn. En dat is de AS 2022. En daarvan moeten wij ingrepen doen in het automatiseringssysteem van de douane. Zodat het ook op het niveau van de regio gebruikt kan worden. Ismaël Kalikan, directeur der belastingen, is van mening dat de dienstverlening van het douaneapparaat naar een hoger niveau getild moet worden. Hij vroeg aan de korpsleden als zij bereid zijn die ambitie aan te gaan om tot hogere normen en waarden te geraken. We doen dit niet omdat het niet hoort, zonder dat iemand achter je staat en zegt dat mag niet. Maar dan moeten we wel afspraken maken over de normen en waarden. Wij moeten dienen. Immers, zij die dienen, hebben een bestaansrecht. Zij die dienen, hebben een bestaansrecht. Want waarom zit je hier als je niet wilt dienen? Dan praat ik over de dienstverlening in zijn totaliteit. Dienen betekent in dit verband transparantie, wederzijds vertrouwen. Openheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden. Dus dat betekent ook vriendelijk waar het kan, maar zeker streng wanneer het moet. Nogmaals, vriendelijk wanneer het kan, maar streng wanneer het moet. Het staatshoofd gaf aan dat de containerscan een belangrijke rol zal moeten gaan vervullen bij de exporten. Hierdoor kan het korps een veiligere en betrouwbare partner worden voor internationale relaties.
Exporteren en groei van onze ondernemers zijn belangrijk voor onze economie. Echter is het ook van cruciaal belang dat de regels die gelden bij import en export van goederen en de vrijstellingen op de juiste wijze dienen te worden toegepast. Zo moeten interne controlemechanismen ook effectief functioneren. En vooral als we nu kijken dat we als land in een ernstige financiële crisis zitten en hoeveel inkomsten wij verliezen, dan zou uw organisatie een zeer belangrijke rol kunnen vervullen in het binnenbrengen van dat rechtvaardig deel van de inkomsten die langs uw organisatie gaat op alle grensposten, dat dat rechtvaardig deel een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het financieel-economisch herstel. En dat we daarmee ook onze ontwikkelingsdoelen sneller zouden kunnen realiseren. Er zijn ook 15 douaneambtenaren bevorderd in een naast hogere rang.